De Westerschelde is een van de drukst bevaren wateren ter wereld. Loodsen zorgen ervoor dat dat veilig gebeurt. Jaarlijks begeleiden ze zo'n 45.000 tot 50.000 schepen. Chris Lacroix wist als kleine jongen al dat hij loods wilde worden. Op zijn 31ste mag hij eindelijk aan de opleiding beginnen. Als kind, ik wist, dat was ik echt 3 of 4 of zo. Ik wist helemaal niet een schip en kaptein en loods. Ik wist helemaal niet wat dat was. Ik wist enkel dat ik een schip, dat was groot, dat was machtig, dat was cool. Dus ik wou dat bouwen. Ik wou schepen bouwen. En het is echt pas later dat ik besefte van, ik kan als kaptein op zo'n schip varen. En dan mag je ermee spelen, zeg maar. En dat is eigenlijk heel lang zo gebleven. Ja, en dan hoor je ineens van, die kapiteins die mogen spelen met de bootjes. Maar de loodsen die komen aan boord om het laatste, leukste stukje speelwerk te doen. En het manoeuvre naar de havens en zo te doen. Ik zeg van, dan wil ik dat worden. Dat is logisch. Dat was voor mij echt 100% logisch. Van, dat wil ik dan doen. Want ik wil met bootjes spelen. Voor ik bij het loodswezen begon, heb ik ongeveer 8,5 jaar gewerkt op zee als officier. Goed, Chris. Gaan we het leukste werk doen. Strekkinkjes. Vanaf het complex naar ons weert. Jullie mogen eventueel helpen, hè, als het fout is. Als je natuurlijk 8 of 10 jaar gewerkt hebt en je hebt een vrij verantwoordelijke functie aan boord gehad, dan ben je iemand. En dan kom je terug bij het loodswezen, begin je als aspirant en ben je weer het kleinste jongetje van de klas natuurlijk. En ben je eigenlijk helemaal niemand. Ja, dat is echt gewoon een klik dat je moet maken. Ik sta onderaan de ladder. En zo is het gewoon, die keuze heb je gemaakt. Maar dat is voor heel veel mensen heel lastig, ja. Dat is een heel groot verschil. Heb je strekkingen hoofdvaarwater gepakt? Zou je met deze diepgang ook het nevenvaarwater kunnen pakken? En zo ja, welke? Alle boeien, alle boeinummers, alle strekkingen, dat zijn zeg maar de koersen tussen de boeien, die moet je allemaal van buiten kennen. Het is echt gewoon een hulpmiddel om te varen. En dat zijn honderden getalletjes die totaal geen relatie met elkaar hebben. Dus dan moet je echt trucjes voor jezelf gaan uitvinden en ezelsbruggetjes, honderden ezelsbruggetjes verzinnen om dat in je hoofd te krijgen. Dat de opleiding zo zwaar maakt, is omdat je echt een enorm druk schema hebt. Op een jaar tijd moeten we 246 reizen doen. Maar naast die reizen moeten we ook nog een eindwerk schrijven, moeten we ook nog stageverslagen maken, moeten we ook nog in de les zitten, hebben we nog simulator. En als je al die dingen bij elkaar optelt, het is zeker meer dan een fulltime job waar je mee bezig bent. Daarbovenop komt dan ook nog dat in mijn geval woont mijn gezin in Antwerpen. In de week zit ik in Vlissingen. Dus ben ik ook niet bij mijn gezin. Dus dan, ik zit hier eigenlijk een beetje op kot, zeg maar, en aan het studeren. En dan zoveel mogelijk in de weekends probeer ik dan naar huis te gaan. Dus het vergt veel van je gezin, ja. De Orinoco Pilot, je hebt liggen wachten op een uitgaande Boudewijnsluis en ik ga je een sleebootje geven zo snel de oefening loopt. Ja. Een slowhead en 030, please. 030. Een grote valkuil voor mezelf is dat je zo enorm gedreven bent. Dus dan ga je gewoon zoveel van jezelf eisen en zoveel studeren, zoveel varen. En op een gegeven moment kom je jezelf tegen en ben je gewoon op. Union 7, Orinoco Pilot, dat is begrepen. Dank u wel. Je mag er recht achter blijven, slappe draad over. Ja, we gaan ons bijna los. Gewoon door blijven knallen, dat is heel gemakkelijk. En dat is eigenlijk het liefste wat je zou doen. Dan denk je van, dan heb ik meer kans dat het gaat lukken, zeg maar. Maar dat kan je niet in 14 maanden volhouden. Ja. Dus dat vind ik een van de lastigste dingen dit jaar. Zeker weten.